Etienne van der Wallen, ja. KSV Temse wordt hard gewerkt, wordt uitgebreid ook in de dagelijkse werking. Want jij komt onder andere Alain Verrijken en de voorzitter vervoegen. Ja, dat denk ik wel. Dat is de bedoeling toch, van een nieuwe structuur te bouwen in Temse. En ik denk samen met Alain, waar ik heel veel respect voor heb, en ook de man die ik al jaren ken, is er een van de hoofdredenen dat ik terug naar Temse kom. Ja, je zegt het zelf al, terug naar Temse, want je bent hier al geweest, hè? Kan je eens verduidelijken? Ja, ik ben Lotto Vierhoop. 3 jaar geleden was ik sportief directeur, of twee jaar geleden. Zijn we voor de eerste keer in het bestaan van Temse naar de derde klas gekomen. We hebben erachter geen woorden gekregen, geen ruzie. We zijn altijd heel goed vrienden gebleven, maar het een meningsverschil. Ik vond zelf persoonlijk dat er veel te weinig gewerkt werd. Ik vind altijd, in voetbal moet je geld uitgeven, maar je moet er ook binnenhalen. En dat gebeurde niet. En dat is hetgeen dat we nu samen met Alain willen verwezenlijken van terug iets commercieel op poot te zetten. Ambitieuze plannen bij KSV Temse. Is er ook de ambitie om het sportief beter gaan te doen? Dat is voor mij persoonlijk, degene die mij kent. Ik heb in mijn leven veel kampioen gespeeld, in de derde klas, in de tweede klas. Ook met Temse, ook met St. Pauls, overal. Nooit gedegradeerd. Dus ik ben iemand die graag mee op kop speelt. Het moet niet, maar de ambitie moet er zeker zijn. Maar het moet financieel mogelijk zijn. Is dat inderdaad realistisch dat KSV Temse bijvoorbeeld zou meedoen voor de titel en bijgevolg naar tweede nationale zou stijgen? Ik denk niet dat het realistisch is. Dat besef ik ook. Tegen mijn goesting zeg ik dat nu. Want ik ben iemand die graag terug in tweede nationale zou geraken. Maar de eerste jaren is dat zeker niet realistisch. Maar alle jaren vechten tegen de degradatie is ook niet plezant. Ik denk dat Temse het volgend jaar minstens in de eerste kolom. En ik denk metgeen dat er voor het moment al bij komt, het zeker mogelijk moet zijn. Maar ik denk zelf, 5e, 6e plaats moet voor Temse nog een jaar mogelijk worden. Afgelopen seizoen, of het seizoen daarvoor, was het tot de allerlaatste speeldag, de allerlaatste moment dat Temse zich kon handhaven. Dit jaar wordt er zeer goed gestart. Maar is het einde dan weer minder en was het toch weer een klein beetje bibbergeld betalen? Ik moet zeggen, er zat dus besporking Sint-Niklaas en ik heb Temse steeds blijven volgen. Ik ben ook regelmatig blijven komen. Ik moet zeggen, ik bewonder de mensen dat ze erin blijven. Ze hebben met beperkte middelen veel verwezenlijkt. En Colin Androos, denk dat hij veel ingebracht heeft. Colin is een van mijn poulains. Die heeft jaren met mij als trainer samengewerkt, ik als voorzitter. En ik heb een goed bewondering van Colin. Ik vind dat hij fantastisch werk geleverd heeft. Volgend seizoen, je haalt het zelf al aan, er komt uitbreiding van de kern? De kern zelf. Dus voordat ik hier gekomen ben, waren er 5, 6 spelers aangetrokken. En volgens mij alle spelers die versterking betekenen. De beste blijven allemaal. We hebben ondertussen nog iemand aangetrokken uit de hogere reeks. En waarschijnlijk komt er nog iemand bij. En dan moet het zeker voldoende zijn voor dit seizoen, voor we in de eerste 11 te eindigen. Je haalde het daar straks al aan van ik ben iemand die graag kampioen speelt. En misschien is het op dit moment niet realistisch om naar tweede bijvoorbeeld te promoveren. Wat is er nodig om dat wel te doen hier in Temse? Wat er nodig is, is geld natuurlijk. Financieel. Want in tweede klasse, ik heb dat nu meegemaakt met Sporting Sint-Niklaas van het jaar. Waar ze ongelooflijke inspanning gedaan en financieel een ruim budget hebben. Waar we met Temse nog niet mogen op terugblikken. En ondanks dat eindigen ze laatste. Dus ik denk, voor dat te kunnen verwezenlijken in tweede nationale, dat er heel wat zal moeten bijkomen qua budget. Tweede nationale wordt wel eens de reeks der doods genoemd. Bijvoorbeeld, zoals een Antwerp dat daar al 10 jaar in zit. Dus het is niet evident, 1, om er te geraken, maar 2, zeker niet om er te blijven. Ik vind het eigenlijk, in mijn ogen, ik ben al 10 jaar dat ik preek of zeg, dat het zo moet veranderen. Ook voorzitter Van Lijzenbetten van Diepkerken zegt dat. Ze zouden moeten scheiden het professionele met amateurisme. Een beetje op Nederlandse leest. Eerst en tweede klasse alleen profs. En dan derde klasse gewoon het amateurisme. Want de twee samen gaat niet. En als je in tweede nationale kijkt, er zijn ploegen bij met een budget waar je voor omver valt. En dan andere, ik zit in Klaas en nog een paar, de gewone ploegen die het met een budget moeten doen dat 5 keer kleiner is. In feite is dat vechten tegen de bierkaai. Tot slot, je haalt het aan. Jullie mikken volgend seizoen op de linkerkolom. Ja, dan denk ik KSV Temse volgend seizoen de place to be voor de modale supporter. Ik denk dat wel. En ik moet zeggen, ook een van de redenen dat ik naar Temse teruggekomen ben, en dat ik hier graag ben ook, is altijd een goede sfeer. Het is altijd plezant. Het is nooit geen miserie. Iedereen kan hier lachen voor ze de wet. Het is een heel optimistische mens ook. Verliezen we een keer, is hij niet kwaad. Maakt er geen drama van. Volgende week beter. En ik denk dat we klaar moeten zijn. Als, en ik ben ervan overtuigd dat er gaat komen later,
De reeksen gaan hervormd worden in profs en amateurisme. En dat moeten we zeker bij de oogste reeks kunnen bijbehoren. En dat is mijn bedoeling.